Ja, wat je zei van is er nog wel spanning aan? Nou ja, in die zin moet je hopen dat het ook voor een paar races wat minder gaat voor Verstappen. Want dan blijft voor het hele seizoen blijft de spanning erin. Kijk, als ik geloof als die nou nog 3 keer wint of zo, Precies. dan zijn we al in een situatie geraakt dat hij niet meer verliezen kan. Of dat Leclerc niet meer bij kan komen. Het verlossen, kunt u mij horen? 1, 2, 3. Daar ben ik. Loud and clear. Kijk eens, loud and clear. Volgens mij zijn we de enigen die niet in Zandvoort zijn. Ja, de Formule 1 race is natuurlijk vandaag op Zandvoort. Zeker, ik heb al eerder uitgelegd dat de moderne Formule 1 niet bijster interessant is wat mij betreft. Dat wij nu niet waar die enorme opwinding in Nederland hebben, heeft hele andere oorzaken dan de aard van het Formule 1 racen. Want dat heeft alles te maken met het feit dat wij in feite tegen alle verwachtingen in tenslotte een superieure rijder hebben geproduceerd in de vorm van Max Verstappen. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat daarmee de Formule 1 eigenlijk vreselijk interessant geworden is. Het is nu, laten we zeggen, het wordt nu gedreven door chauvinisme. En ja, dat heeft wat mij betreft eigenlijk niks met sport te maken. Maar je weet dat natuurlijk heel vaak sport door chauvinisme gedreven wordt. We zijn geen bal geïnteresseerd in allerlei sporten waar we niet goed in zijn. En als we dan toevallig in die sport goed worden, nou ja, dan begrijp je het. Ik heb al eens eerder het voorbeeld gegeven. Niet waar, er is ongetwijfeld een wereldkampioenschap zaklopen. Maar ja, het wordt gewonnen door allerlei onbekende personen. Maar man, als een Nederlander een wereldkampioen zou worden, dan hebben we de hele dag televisie over zaklopen. En gaan de kleintjes ook zaklopen. En wordt er werk van gemaakt. Ja, jammer genoeg zit de sport zo in elkaar dat je niet zegt de beste moet winnen. Maar dat je zegt van ja, de beste aan Moula. Maar als het toevallig een Nederlander is, dan zijn we er toch, denken we er toch heel anders over. Wat niet wegneemt dat Max Verstappen een superieure rijder is. Ik heb al eerder uitgelegd waarom de Formule 1 niet bijster interessant is. Dat heeft te maken met de ontwikkeling in aerodynamica. Niet waar, er staat op, ik denk op de achterras van zo'n Formule 1 auto 1,5 ton gewicht. En dat betekent natuurlijk dat ze min of meer tegen het plaveisel aangedrukt worden met enorme kracht. Enkele maal zie je ook wel eens als zo'n vleugel defect raakt. Dat heeft spectaculaire effecten. En ik kan niet anders zeggen dan in mijn jeugdtijd was ik geïnteresseerd in een Formule 1. Toen kon je ook heel goed zien hoe dat rijden van zo'n ding, hoe dat in elkaar zit met tegensturen en driften en zo. Dat zijn dingen die je absoluut niet meer ziet. Sterker nog, we weten allemaal dat onder min of meer normale omstandigheden, ja, daar komt iemand voorbij op een stepje in een Max Verstappen-achtig tempo. En de familie heeft moeite om te volgen. Dat in principe de opstelling bij de start ook de opstelling aan het eind is, als er geen gekke dingen gebeuren. Al is het natuurlijk meerdere malen de laatste tijd gebleken dat als je Verstappen laat starten op plaats 15 of zo, of nog lager, dat hij in no time inderdaad vooraan rijdt. Waar je hoogstens aan kunt zien, sorry dat ik ook op dit punt iets minder illusies heb dan vele anderen, dat natuurlijk motorisch en technisch kennelijk die Red Bulls dus van een heel hoog niveau zijn. En aanzienlijk, we hebben dat altijd gehad in de Formule 1. Je hebt 1, 2, 3 teams die leuk mee kunnen komen en die een goede kans hebben om ook eens een keer te winnen. He, dat was aan het begin van dit seizoen, was dat Ferrari. En natuurlijk 6 of 7 van die teams, dat is zijn also-ran, zoals dat in het Engels zo treffend heet. Ze zijn erbij, maar ze zijn kansloos. Ja. Als jij kijkt naar Verstappen, kun je daar dan wel van genieten? Denk je een goede sportman die zijn vak verstaat? Nee, het zegt mij niet veel. En dat komt eigenlijk omdat ik emotioneel afscheid heb genomen van de Formule 1. Ik was daar zeer geïnteresseerd. Ik heb ook wel eens uitgelegd dat ik ook naar races ging kijken. Overigens kun je veel beter naar de training gaan kijken, want dan zie je die lui ook rondlopen en dan draaien ze een rondje. En nou, dat geeft, ja, in de race zelf komen ze met enorme snelheid voorbij, kan ik je verzekeren. Ik was in België gaan kijken, dat is een groot circuit. Frank of zo. Dus ik weet niet, als ze daar maar 30 of 40 rondjes doen. Dus het is betrekkelijk teleurstellend als je daar op zo'n heuveltje zit. Maar goed,
Ik ben ook wel, dat speelde bij mij wel, en mijn held was Jim Clark. Ja, je had toen nog geen Nederland. Ja, je had Karel Godin de Beaufort, die in een totaal verouderde Porsche Formule 1 auto helemaal achteraan reed en vaak ook twee keer gelapt werd of drie keer gelapt werd in zo'n race. Brave man is tenslotte toch verongelukt. Maar mijn held was Jim Clark, volgens velen een van de meest superieure Formule 1 rijders ooit. Maar die is verongelukt. In een Formule 2 race op Hockenheim in Duitsland. En ja, gek genoeg was het toen wel een beetje klaar voor mij. Ja. Ik vond dat enorm. Ja, het greep mij wel aan. Ja. Spanning is nu wel een beetje weg en nu Verstappen het zo goed doet. Ja, ik was ook een groot bewonderaar van Colin Chapman, de ontwerper van Lotus. Die natuurlijk ja, vanaf het begin van de jaren 60 tot eigenlijk ver in de jaren 70 of wat verder de Formule 1 auto's ingrijpend technisch veranderd en verbeterd heeft. Ja, daar zullen we nou verder niet op ingaan, maar het is op zichzelf wel een interessant thema. Zeker in de jaren 50 waren het vrij primitieve dingen. En daar was ook ten opzichte van de jaren 30 nauwelijks iets veranderd. En nou ja, goed, bent komen ze op het gouden idee om de motor niet voorin te bouwen, maar achterin. De oude Ferdinand Porsche was ook al eens op dat idee gekomen, maar daarvan was de uitvoering betrekkelijk. Dat was in de jaren 30. En dan ja, vanaf het moment dat die Lotus 25 eigenlijk verschijnt, is Lotus, dat is technisch het beste wat je krijgen kunt. Maar goed, dit is allemaal alweer een mensenleeftijd geleden dat dit zo was. Je zei van, is er nog wel spanning aan? Nou ja, in die zin moet je hopen dat het ook voor een paar races wat minder gaat voor Verstappen, want dan blijft voor het hele seizoen blijft de spanning erin. Kijk, als die nou nog drie keer wint of zo, precies. Dan zijn we al in een situatie geraakt dat hij niet meer verliezen kan. Dus dat Leclerc niet meer bij kan komen. Leclerc is de nummer één rijder van Ferrari. Begin van het seizoen leek het erop dat Ferrari echt volledig 100% terug was. Maar tactisch zijn het niet altijd de verstandigsten. Er gaat van alles mis. Dus ja, nee, in die zin, hoe gek dit ook klinkt, en ik bedoel dat helemaal niet flauw, zou het lollig zijn als die vandaag nou niet weer won. Dat wordt een heel dramatische race wordt, hè. Omdat je dan voor de rest van het seizoen nog wel een beetje spanning erin hebt zitten. Ja, dat zou je wel leuk vinden als dat zou gebeuren. Nou, leuk. Ik weet niet. God, ik gun al die mensen. Ik weet niet, er zijn 7 miljoen mensen geloof ik naar Zandvoort. Die gun ik het allerbeste vanmiddag. Maar ik kan er niet warm of koud van worden. Nee, nee. Nee, ik zie ook alle bekende Nederlanders. Die willen zich natuurlijk afficheren met de sport. Die willen ja, dat begrijp ik. Ja, maar daar heb ik ook niet zoveel last van. Nee. Ik ben ten aanzien van sport ben ik niet chauvinistisch. Kijk, als een Sloveen de Tour wint of een Deen wint de Tour, dat vind ik prima. Ik vond de Tourwinnaar van dit jaar hartstikke verrassend en leuk. Leuk idee, vond ik het eerlijk gezegd. Wie was het eigenlijk? Een Deen was dat. Oh, hoe heette die? Ja, dat moet je mij nog niet vragen op dit moment, maar het was een Deen. En ja, het was altijd een onverwachte winnaar eigenlijk, hè. Omdat de winnaar van de vorige twee, die was eigenlijk zo'n beetje al uitgeroepen tot de winnaar van nummer 3. Je ziet dat vaak in het Tour, dat dan zo'n één man jaar of wat domineert. Nou, dan is het weer afgelopen natuurlijk. Maar je zei iets over Verstappen of niet? Ja, het ging over Verstappen natuurlijk, dat hij iedere keer winnen. Dat het wel leuk is als er wat competitie in zit. Want ja, het moet wel een beetje spannend blijven natuurlijk. Vorig seizoen was heel spannend. Ja, je hebt jaren gehad dat het reed en het spannend was. En dat in de laatste race, nou ja, vorig jaar in de laatste. Hele dubieuze beslissing vorig jaar. Oké, ja, ik begrijp het. De mensen worden door chauvinisme gedreven. Chauvinisme, een heel vervelend element in de sport. Echt heel vervelend. Ja. Dan gaat nu zeker weten een meneer uit Roermond. Die gaat nu mailen. Want die heeft iedere keer als het over Verstappen gaat, en dan stuurt hij een mail. En dan zegt hij, ja, hartstikke leuk dat jullie het hebben over de geschiedenis. Maar bemoei alsjeblieft niet met Formule 1. Want hebben jullie geen verstand van? Dat zei hij vorig jaar ook na aanleiding. Misschien heeft hij er wel verstand van, of meer verstand van, maar ik heb er ruim voldoende verstand van om er iets over te kunnen zeggen. Ja, ja, dat ging is natuurlijk een ander punt, is dat laatst hebben we ook dat, hoe heet dat, complex ook weer, dat mensen zich uitspreken over allerlei dingen waar ze totaal geen verstand van hebben. Ja, daar zit enerzijds wel iets in, maar dat zou er makkelijk toe kunnen leiden. Je zegt van ja, alleen professionals in een bepaalde sector
kunnen zich daar competent over uitspreken. Dat betekent in zoveel woorden dat je eigenlijk het hele maatschappelijke debat in de ruimste zin van het woord doodslaat, omdat niemand die niet, weet ik het, de biowetenschappen heeft gestudeerd, iets verstandigs mag zeggen over COVID. Je moet goed luisteren als een deskundige daarover iets zegt, maar als geheel moet een maatschappelijk debat mogelijk zijn. En dat maakt onvermijdelijk dat ook mensen die niet 100% zijn ingevoerd in specifieke beleidsmatige problemen of wetenschappen, dat die er best iets over mogen zeggen. Ik kan je verzekeren dat als iemand die een middelbare schoolopleiding naar behoren voltooid heeft, die uitgerust met gezond is met gezond verstand en die 5 boeken leest over de Tweede Wereldoorlog, dan moeten we een beetje een goede selectie maken, die kan hele verstandige dingen zeggen over de Tweede Wereldoorlog, zonder dat hij zijn hele leven in de archieven van de Tweede Wereldoorlog heeft gesleten. Ja, dus je moet wel oppassen dat je niet zegt, ja jongens, sorry, maar je moet echt in de griep zijn afgestudeerd, want anders kunnen wij daar niets over zeggen, dat is uitgesloten. Het is wel anders dat we natuurlijk tegenwoordig ook een hele brigade van fantasten en idioten hebben. Maar goed, daar kun je in principe vrij makkelijk doorheen prikken. Ja. Vind je het circuit maar interessant in Zandvoort? Nee, totaal niet. Circuits maken ook niet zo. Ja, iedereen kan je vertellen dat er maar een paar interessante circuits zijn. Dat is de complete Nürburgring. Dat is het interessante circuit. Maar er wordt, als er geraced wordt, wordt er maar een klein stukje gebruikt. Francorchamps wordt door alle Formule 1-rijders geprezen als een moeilijk, maar zeer bevredigend circuit, waarop het lekker hard gaat ook. Maar ik heb nog nooit iemand horen zeggen dat Zandvoort uiterst interessant was. En Monaco? Het is natuurlijk aanzienlijk. Ja, die stadscircuits is flauwekul. Je kunt elkaar niet passeren. Dat is een beetje onzin allemaal. Ja, het ziet er feestelijk uit. En die stomme Reinier, oh nee, die is al lang dood, sorry. Die sukkel van een zoon, die staat op een balkon. maar dat is allemaal niks. Dat is niks. En wat maakt de meeste stratencircuits zijn. Nou ja, dat Francorchamps, kijk hoe het in elkaar zit. Ja, daar zit van alles in. Daar zitten, naar ik begreep, hele lastige bochten in. Ja, nogmaals, ik ben geen circuitrijder. Ik kan het je niet nauwkeurig uitleggen hoe het zit. Maar ik heb nog nooit iemand horen zeggen dat Zandvoort de top of de bil is. Nee. Nee, dus het is een betrekkelijk klein circuit ook. Ja. Ik begreep dus dat vanuit de hele wereld mensen ook kwamen kijken, omdat schijnbaar van alle bezoekers 0 mensen met de auto komen. Dat is ook een duidelijke oproep van de organisatie geweest. Oh. Maar nou ja, het is heel lastig daar om daar te komen natuurlijk. Ja, en om dan te parkeren. Dus ja. Nee, ik weet er alles van. In principe, mijn zoon had een strandhuisje daarbij, ietsje boven Zandvoort, zou ik maar zeggen. En het handigste was op de meeste dagen om er gewoon heen te fietsen. Jij woont in Haarlem, dus je kunt erheen fietsen. Omdat het allemaal in no time verstopt zit. Maar dan kan ik je vertellen dat toen ik naar de Formule 1 ging in de jaren 60, dat het net zo verstopt zat. Ik kan me herinneren dat wij de auto tenslotte in totale wanhoop aan de kant hebben gezet en het laatste stukje hebben gelopen. Ja. De meeste mensen komen met de trein en ook met de fiets ook komen wel. Heel veel mensen. Nou ja, met de fiets is een heel goed idee. Je zet je auto in Haarlem en je fiets terecht. Ja. Hey, en heb jij iets met het thuisvoordeel? Want er is een onderzoek naar gedaan, hè? Dat dus als je dus daar. Ja, dat is ook, ik heb daar bij voetballen ook nooit zoveel van begrepen dat er een enorm thuisvoordeel is. Dat kennelijk als je dus in een stadion zit waar iedereen roept, hup Ajax. Dat is beter dan wanneer je in een stadion zit waar Ajax speelt, maar waar ze allemaal roepen, hup, go ahead. Dat, ja, ik begrijp daar niets van. Je zou dus zeggen, een professional die echt kan voetballen, die maakt het echt een bal uit, niet waar. Of de tribune gekken van de ene club of gekken van de andere club zitten. Het gaat beslotten om intelligent voetbal. Nee, daar begrijp ik niks van, maar het speelt een rol, zonder meer. Ja. Ja, en ze zeggen ook bij Verstappen, die heeft een helm op, dus die hoort helemaal niet wat er geroepen wordt. Want al het omgevingsgeluid wordt gedempt. Dat denk ik wel, want hij heeft een helm op, natuurlijk omdat hij steeds in communicatie staat met, laten we zeggen, technische personeel van het team. Ja. Want je hebt wel eens die plaatjes gezien, dat er allemaal van die lui op zo'n barkruk zitten en naar allerlei schema's op het scherm zitten te kijken. De kleinste kleinigheden worden computertechnisch bijgehouden. Het is volledig gecomputeriseerd, de Formule 1. Ja. Hij heeft ook nog een lintje gekregen, hè, zag ik, Verstappen. Nou, zal hij daar blij mee geweest zijn. Hè? De hele nacht niet geslapen.
Elke keer werd hij weer wakker, keek hij weer naar zijn lintje. Oeh, een lintje. Jongen, jongen, jongen. Nou, nog twee keer wereldkampioen, dan kan hij met het volgende lintje. Dan word je, kun je steeds hogere lintjes krijgen, ja. Zoals je weet. Volgens mij is hij nu ridder. Ridder, ja. Nou, dan krijg je met de zwaarden en dan krijg je nog iets erbij. En nou ja, allemaal geweldig. Sorry, hij is officier in de Orde van Oranje. Officier in de Orde van Oranje. Ja. Ik weet nooit zo goed wat de verschillen daartussen zijn. Ja. Ik denk dat het hem... Ik weet niet of het hem veel doet, eerlijk gezegd. Ik had niet de indruk. Ja. Nou, het mooie van de Formule 1 is dat een coureur vaak in die mechanische sporten vaak machteloos kan zijn. Hè? Er hoeft maar iets stuk te zijn. Of er hoeft maar... Sterker nog, hij moet wel een auto hebben waarmee je winnen kunt. Ja. Je kunt nog zo'n... Kijk, de meeste van deze Formule 1 rijders, het aantal prutsers wat erbij zit, is niet zo verschrikkelijk groot. Vrijwel al die lui, ook neem zo'n Leclerc, dat zijn lui die vanaf hun vierde of hun vijfde gekart hebben. En die door het hele systeem heen gelopen zijn. En eerst kartkampioen zijn geweest. En dan superkartkampioen. En dan misschien de Formule 3 of de Formule 2. Of de Formule X of de Formule Y. En dan moet je dan ook weer kampioen in worden. En dan word je vaak door zo'n team opgepikt. Zo'n Formule 1 team. Want daar draait natuurlijk heel veel geld in. En dan kom je in een soort van opleidingscircuit. Hè? Dat is stappen natuurlijk ook overkomen. En tenslotte moet je bewijzen dat je zo goed bent dat je ook in die hoogste klasse mee kunt. Maar dat kun je vaak alleen maar bewijzen als je ook een auto hebt waarmee je iets kunt doen. Ja, want ik ben ervan overtuigd dat die lui die, laten we zeggen, op een minuut te worden gezet, vaak misschien best even goede coureurs zijn. Maar je moet wel de mogelijkheid hebben. Nou ja, neem die Ricciardo, die AX-teammate van Verstappen. Prima coureur, maar ja, die heeft op dit moment materiaal waar je geen kant mee op kunt. Mm-hmm. Ik begreep ook dat Verstappen nu voor het eerst bodyguards om zich heen heeft. Omdat hij natuurlijk wat meer mensen om zich heen heeft dan normaal. Dat is wel een hoogtepunt van treurigheid. Dat hij die bodyguards heeft. Ja, verschrikkelijk. Ja. Dat geeft me aan dat we in een krankzinnige samenleving leven. Dat kennelijk iemand van plan is om Max Verstappen met een moersleutel op zijn hoofd te slaan, weet ik veel. Nou, voor de duidelijkheid, we nemen het op voordat er maar iets bekend is over de race. Ja, ik weet niet hoe laat het nu is. Ze start om 3:00. Oh, ze starten. Nou ja, dan zijn we al halverwege, zal ik zeggen. Ja, ja. Maar ja, wat ik je al zeg, sportchauvinisme doet me niks. Als Leclerc vind ik het ook prima. Ja. Dan de vraag van Bram Krikke. Ken je Bram Krikke? Ja, zeker. Hele aardige jongen, die heeft toch in de slimste mens meegespeeld? Ja, die vraagt, wat vindt Maarten van vechtsporten? Kijkt hij dat wel eens? Nee. Kijk nooit naar vechtsporten. Je bedoelt kickboksen en ja, zo. Of ja, gewoon boksen. Of sumo worstelen. Ja, bij gewoon boksen denk ik toch altijd aan Muhammad Ali. Die toch wel zulke klappen had gehad. Dat hij wel een beetje een aangeslagen wrak was. Sympathiek hoor, maar het was wel een wrak. Nee, waarom je gaat boksen, het is mijn raadsel. Okay, dus ik heb er niks mee. Ja. Bovendien zijn veel sporten die helemaal niet bekend staan als vechtsporten, zijn eigenlijk gewoon vechtsporten. Ja, neem Van Basten, lek getrapt voordat hij 30 was. Ja. Ja. Vooral bevalt het professionele voetbal, dat is deels gericht op het vernietigen, ook fysiek, van de tegenstander. Ja, dan toch nog veel vragen, onder andere van Ruben, Roy en Tude Perdok. Wat vindt Maarten van de gekte rond de Formule 1? Nou, daar heb je best wel wat over. Nou, dat vind ik schromelijk overdreven. Voornamelijk gedreven door chauvinisme, dus ik heb er niks mee. Ja. Ellen zegt, geen vraag, wel dikke compliment. Ik voel me met de dag slimmer worden als ik de podcast luister. Dat is fijn. Dat is fijn dat je daar ook wat een beetje slimmer van wordt. Kijk, mijn hoofddoel is niet eens om het verschaffen van feiten die mensen niet kennen. Maar mijn hoofddoel is dat de mensen denkers erover na gaan denken. Ja. En dan kun je wat mij betreft tot een andere conclusie komen dan die ik heb. Maar het gaat er mij meer om dat je erover nadenkt. Ja, dat je niet denkt, Geert heeft altijd gelijk. Of ja, dat soort van dingen. Ja. Ik vond wel grappig, een van de brievenschrijvers deze week, die zei, ik luister normaal NPO Radio 1, maar nu niet meer, want ik luister de podcast iedere dag. Nou ja, ik juich het van harte toe. Zit je natuurlijk wel een beetje in de bubbel, hè? Dus je moet ook wat andere dingen luisteren dan, dat je niet alleen maar dit verhaal... Ook dat lijkt me nuttig, dat je ook andere podcasts beluistert. Ja. Dan hebben we hier een vraag. Beste Maarten, is volgens u een ontwikkeld leven objectief beter dan een oppervlakkig leven?
Dan moeten we wel weten wat een oppervlakkig leven is. Daar bestaat volgens mij geen definitie van. Wat is een oppervlakkig leven? Is dat je, dat je alleen maar kijkt naar de meest weerzinwekkende datingshows op televisie? Of dat je hele bestaan gestuurd wordt door je favoriete voetbalclub? Of dat je met een achterlijk petje op vandaag met grote moeite naar Zandvoort bent gekomen om die dingen met 300 km per uur voorbij te zien flitsen? Terwijl je het veel beter vanavond op de televisie kunt bekijken. Ik heb geen idee, maar ik zou zelf zeggen dat dingen weten dat dat leuk is, dat dat fijn is, dat het leuk is om dingen te lezen en denk ik, god, dat wist ik niet. Van, ja. Ik had er nooit zo over nagedacht, wat fijn. Ja. Zeker ten aanzien van klassieke muziek. Ik vind het zonde als je dat nooit gehoord hebt, als je in ieder geval niet de keuzemogelijkheid hebt gehad om naar klassieke muziek te luisteren. Hè? Als je denkt dat alleen de populaire muziek, daar heb ik zo mijn opvattingen over. Die is grotendeels, vind ik dat betrekkelijk waardeloos om je eerlijk de waarheid te zeggen. Maar goed, dat is een kwestie van smaak. Dus ja, zet eens wat anders op. Klassieke pianomuziek, hè? Dat is bijvoorbeeld, klassieke 19e eeuwse romantische pianomuziek, altijd goed. Ga eens naar een museum van alles en nog wat. Je hebt op dat punt een heel breed aanbod in feite. Laat ik het simpel formuleren. Zorg dat u zich nooit verveelt. Een beetje verveling, dat kan wel. Je hebt wel eens een momentje dat je denkt, boh, nergens zin in. Verveel jij je wel eens? Eigenlijk nooit. Hm. Ja. Hey, heb je nog gezien dat Boris Johnson een hele afscheidstournee had in Engeland? Omdat hij ermee mee stopt. Ja, nou, ik hoop dat hem dat nog een beetje. Want hij heeft er eigenlijk geen bal van terechtgebracht. Hij heeft een vrij spectaculaire verkiezingsoverwinning behaald een paar jaar geleden. En wat heeft hij daar nou mee gedaan? Hij heeft echt niets. Echt ook allemaal van die suffe fouten. Van die door arrogantie en deels volgens mij veroorzaakte fouten. Ik bedoel, het was dan de grote bewonderaar van Winston Churchill. Winston Churchill heeft ook een politieke carrière vol met vreselijke fouten gemaakt. Maar tenslotte natuurlijk, niet waar, is die omhoog gestegen. En hoog gestegen door natuurlijk leiding te geven aan Engeland in de Tweede Wereldoorlog. Ook retorisch leiding. Ja. Nee, ik vind Boris Johnson moest zich schamen voor het feit dat hij er niets van terecht heeft weten te brengen. Die twee opvolgers potentieel. Hij bleek dus toch te zijn wat veel mensen dachten. Een oppervlakkige kletsmajoor. Ja. Wat mij wel op dat bij die bijeenkomsten die nu gehouden worden voor die conservatieve partij. Want ze gaan die opvolger kiezen. Hè? Dat is die minister van Financiën die meedoet. En die dame. Dat daar toch nog best wel veel fans van Johnson zijn. Ja. Goed, want die reizen ook door het land nu. Hè? De partij heeft volgens de daarvoor bestaande regels besloten dat hij weg moet. Ja. Dat is ook een van de vragen van die aan die minister van Financiën. Die heeft volgens mij zelf op een gegeven moment zijn ontslag ingediend. Die Sunak. Ja. Iemand vroeg volgens mij bij de inkomsten, ben u niet een soort van Judas? Want nu doet u mee, hè, voor de opvolging. Maar u heeft hem wel ook ten val gebracht, die Johnson. Dus. Nou ja, dat was alle reden om hem ten val te brengen. Ja. En er zijn specifieke eisen worden gesteld dat je zoveel stemmen moet hebben in de lage huisfractie. Om zo'n proces in gang te zetten. Ja. Zo is in de tijd Thatcher ook een val gebracht. Arjan, waarom zijn Nederlanders zo gefixeerd op de Amerikaanse cultuur en hun levensstijl, politiek en media? Ja, dat begrijp ik ook niet precies. Want hij is natuurlijk over zijn hele goede. Ik vind die gerichtheid eenzijdig zonder meer. Dat is natuurlijk heel typisch dat ik dat zeg. Aangezien ik een deel van mijn leven heb besteed aan de recente geschiedenis van de Verenigde Staten. De Verenigde Staten waren natuurlijk na 1945 het grote voorbeeld. Voor ons enige aantrekkelijke overwinnaar in de Tweede Wereldoorlog. Voor een oudere generatie, die was nog sterk Engels gericht, denk ik, in allerlei opzichten. Maar ja, ook door de enorme export van cultuurgoederen uit de Verenigde Staten. Dat moet je ze nageven. Of het nu de film is, of de populaire muziek, of ook literatuur. Wetenschap. Amerika heeft een enorme hoeveelheid soft power ontwikkeld na de Tweede Wereldoorlog. En zodoende zijn we sterk gericht en zijn de media automatisch sterk gericht op. Ik ben wel eens stom verwonderd over Teletext, je weet, mijn favoriete televisieprogramma. En daar staat er de bekende
muzikant Pietje Puk in Amerika is overleden. Ja, nooit van gehoord heb. Hè? Dat je denkt, waar maar wordt dit nou godsnaam? Ja, dus ik vind het ook wel eens een beetje overdreven. We zouden bijvoorbeeld best wat meer belangstelling kunnen hebben voor Duitsland, voor het moderne Duitsland, post 45 Duitsland. Ik moet zeggen, daar heb ik natuurlijk een jaar gewoond, waardoor die belangstelling ook iets meer gestimuleerd is. Ik heb nog jarenlang toch ook die Zeit gelezen, maar daar ben ik toch geleidelijk aan, en de Spiegel, maar daar ben ik toch geleidelijk aan, ben ik afgehaakt, moet ik eerlijk bekennen. Hoe komt dat? Nou, dat die grote, die Zeit had wel hele grote stukken met hele kleine lettertjes. Oh ja. Denk je dat we over een paar jaar helemaal gefixeerd zijn op China? Zoals we dat nu op Amerika hebben? Nee, omdat het natuurlijk de taal daar de barrière is. Engels, kijk, als je 400 woorden Engels kent, kom je al heel aardig op gang. Maar China, dat is een complexe zaak. Bovendien is de Chinese cultuur sluit volgens mij in alle opzichten slecht aan op de westerse cultuur. Ik denk eerder dat de westerse cultuur grote invloed zal hebben op China dan omgekeerd. Ruim voldoende verstand van om er iets over te kunnen zeggen. De geschiedenis van onze welvaart. En dan komt er een uitvinder en die vindt iets uit waar nog niemand ooit aan gedacht heeft. En u zult zien, dat is bij geen enkele uitvinding is dat eigenlijk het geval. Volgens kenners een van de beste lezingen die Maarten ooit heeft gegeven. Er is zo'n hele mythologie dat eigenlijk al die uitvinders van de 18e eeuw, van de Engelse industriële revolutie, dat eigenlijk allemaal vrij primitieve knutselaars waren. De geschiedenis van onze welvaart. Nu te downloaden als luisterboek. Check de show notes.